bij een nieuwe video van AlphaVision. Mijn naam is Paco en vandaag gaan we iets heel anders doen. We gaan een interview doen. Een interview met mij. Mijn vriendin gaat mij interviewen, gaat een aantal vragen stellen, zodat jullie een beter beeld krijgen van hoe ik in het leven sta en wie ik ben. Laat een comment achter als je nog wat andere vragen voor mij hebt. Dan zou iemand in de toekomst nog een interview met mij houden en dan zouden die vragen erin voorkomen. Laten we nu de video beginnen. En vergeet niet, visualize, work and make it happen. Wie is Paco? Mijn naam is Paco Fodano. Ik woon in Nijmegen en ik ben 24 jaar. Wat is AlphaVision? AlphaVision is een bedrijf die ik heb opgezet met Robert van Seijen. Wij staan voor het helpen van mensen om hun doelen te bereiken, hen te inspireren en te motiveren. Jong, rijk, oud of arm, iedereen heeft recht op een gezond lichaam. Toen ik begon met trainen had ik een goed schema kunnen gebruiken. Dit was alleen onbetaalbaar voor mij in deze periode. Wij vinden dat dit voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarom helpen wij mensen voor een betaalbare prijs. Een beetje begeleiding kan al een wereld van verschil maken voor haar of zijn doel. Van welke muziek hou je? Ik hou van allerlei soorten muziek. Ik hou van techno, house, hard rock, noem het maar op. Welke muziek luister je in de gym? De muziek die ik voornamelijk luister in de gym is, wat de meeste mensen niet zullen verwachten, hard rock. Waarom? Ik luister hard rock omdat ik daar focus en rage van krijg. Door middel van die focus en rage kan ik optimaal presteren. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Ik zie mezelf over 10 jaar gelukkig, succesvol en ik hoorde mensen denken wat is gelukkig en succesvol. Gelukkig en succesvol voor mij is hard werken, je gezin onderhouden en je doelen nastreven. Wat is de grootste leugen die je ooit hebt gezegd? Zo simpel is het niet. Waarom niet? Nee, dat is de grootste leugen die ik ooit heb verteld. Zo simpel is het niet. Dat is een leugen die iedereen telkens maar blijft zeggen. Zo simpel is het niet. Wat is niet simpel? Elk klein beetje. Alles. Dat geeft je het gevoel om op te geven. Te zeggen, het is niet zo simpel, Paco. Dus, wat is de waarheid? Dat het wel zo is. Als je juist doet wat ze zeggen, wat je niet zou kunnen doen, dan is het klaar. Dan realiseer je dat het wel zo simpel is. Dat het altijd al zo was.